In de naam van de Eeuwige, licht en vrede voor u allen. We lezen vanavond het Evangelie volgens Marcus. Ze kwamen weer in Jeruzalem aan. Toen Jezus zich in de tempel ophield, kwamen de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten van het volk naar hem toe en vroegen hem: op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? Wie heeft u het recht gegeven om zo te handelen? Jezus antwoordde: ik zal u een vraag stellen. Als u me daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik zo handel. Doopte Johannes in opdracht van de hemel of in opdracht van mensen? Antwoord mij. Ze overlegden met elkaar en zeiden: als we zeggen van de hemel, zal hij zeggen: waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als we zeggen van mensen, wat dan? Ze waren namelijk bang voor de menigte, want iedereen hield Johannes voor een echte profeet. Dus zeiden ze tegen Jezus: we weten het niet. En Jezus zei tegen hen: dan zeg ik ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. Thank you.
Laten we bidden. Eeuwige, blijf bij ons, nu de dag tot nacht versmalt. Blijf bij ons, nu van ons wijkt wat ons zo bindt. Blijf bij ons, nu angst en radeloosheid het duister op de bodem van onze ziel alle ruimte geeft. Blijf bij ons, als we tot u roepen, en geef ons rust. Amen. De eeuwige, Vader, Zoon en Heilige Geest, zegenen en behoeden u. Amen.